goedemiddag vanuit de Galgenwaard. We gaan ons opmaken voor een sowieso unieke editie van Utrecht Ajax. Want nog nooit stonden ze tegenover elkaar terwijl ze allebei in het rechterrijtje van de Eredivisie stonden. Allebei over het algemeen jong en onervaren vandaag. Dat geldt zeker ook voor Ajax met twee spelers op het veld ouder dan 23. En bij Utrecht staan nog wel wat oudere spelers op het veld, maar toch ook een hoop spelers voor wie dit hun eerste basisplaats is. Kortom, ploegen in een hele moeilijke situatie op de ranglijst. Geen vastigheden in de basiself. Voor een groot deel noodgedwongen. En dus de vraag waar dat dan toe leidt op het veld. De trainers voelen de druk natuurlijk ook. Jans, pas net in Utrecht aangekomen. Altijd beladen. Altijd extra spanning bij Utrecht Ajax. En van al die ontmoetingen is dit voorafgaand aan de wedstrijd een van de meest beladen van allemaal. Gezien de situatie bij beide clubs, gezien de stand op de ranglijst. Kai. Verkeerd ingestapt door Bosdogan. Door Linsson, Forbes. De kans wellicht voor Ajax. Ja, de kans is er voor Bergwijn. Die de corner kleed maar niet krijgt. Wel lang onderweg. Komt wel aan bij Boussaid. En door het uitglijden van Kai kan hij ook naar voren. De bal valt net niet lekker boven die buitenspel. Hato. Robby. Van de Hoorn schermt de weg naar de doel af. Hier is wel de kans. Parkas heeft hem. Linsson wordt daar vrij makkelijk toch vrijgespeeld door Ajax. Door Brobby. Van der Hoorn. Meegeven aan Novoa lukt net niet. Uitverdedigen bij Ajax lukt ook niet. Jij moet er vanaf blijven. Dan kan Utrecht door. Ja, dit is niet zo handig verdedigd in eerste instantie. En uiteindelijk heeft Gorteren, maar ook niet zo handig aangevallen. Die bal had hem eigenlijk gewoon kunnen laten, dan was het buitenspel geweest. Nu blijft Ajax in balbezit. Met Bergwijn en Brobby. Taylor. Bergwijn. En dat is Barkas met moeite. Het is waar Ajax het voorlopig van moet hebben. Een individuele bevlieging. Goed voor Bergwijn. Paasje is ook goed. Linsson naast. Daar is zo'n individuele bevlieging van aanvoerder van Ajax. En dat leidt tot de beste kans van de wedstrijd. Er zijn momenten die het voetbal allemaal net wat makkelijker kunnen maken bij een ploeg waarbij het totaal niet loopt. Boussaid. Die langs Kai, ja, voorzet valt bij de tweede paal. Sosa kopt hem weg door het midden en het schot valt erin. Flamengo! Utrecht op 1-0. Er staat er eentje op het veld bij Utrecht die al scoorde in de Eredivisie dit seizoen. En die heeft er nu twee te pakken. En op slag van rust weer een tegenvaller, weer een klap voor Stijn. En dan kopt Sosa wel, maar die kopt hem recht door het midden. En dan doet Flamengo het daarna goed van ver. En dan raakt Flamengo hem heerlijk. De bal valt over de Ajaxide heen. En met toeval via Descot de bal bij Boussaid. 1-2'tje, Boussaid. Daar is Van der Hoorn en daar is de redding van Gorter om de 2-0 te voorkomen.
maar hij zit. De 2-0 niet voorkomen. Gorter zegt, ik had hem. Hij zit. Geen discussie. Utrecht leidt met 2-0 via Mike van der Hoorn. Taylor. Sosa. Zit daar goed door. Legde bij de tweede paal. Geen kopkans opgepikt door Kai. Die legt hem ook bij de tweede paal, waar Bergwijn van de kant wordt gehouden. Sosa, hard voor. En via de borst. Dit is mooi gedaan. Door Linsson. Die een keiharde bal op zich afgevuurd krijgt van Sosa. En hem met de borst het doel instuurt. Dit is heel bewust, heel slim en heel goed gedaan van Linsson. Taylor, Sosa. Daar de volgende kans en weer! Ik zei nog in de eerste helft, je kan toch niet van Linsson verwachten dat hij het in zijn eentje doet? Dat kan je dus wel! Linsson als redder van Ajax. Sosa met 2 assists en 2 prachtige doelpunten. Hij vraagt al om de bal. Hij krijgt de bal. En het is schitterend. Zo gecontroleerd. Utrecht-Ajax 2-2. Met de druk van Bergwijn. De overtreding op Robby. Penalty. Strafschop Ajax. De druk van Bergwijn levert Brobby de bal op en die werd neergelegd. Deze wedstrijd weer een heel ander gezicht te geven. Bergwijn, hij kiest voor de linkerhoek. Hij kiest goed en het is 2-3. 20 bizarre minuten in de Galgenwaard. Van de bal net over de lijn van Van der Hoorn. Naar een 3-2 voorsprong voor Ajax. Azakken. Goeie bal dit. Flamingo kiest voor de voorzet. Dan is het raak. Dan is het Toornstra. 3-3. Een wedstrijd die zich ontwikkelt tot een van de meest bijzondere edities van Utrecht-Ajax ooit. Terwijl Gorter wordt behandeld. Gorter. Dit is wel einde wedstrijd. Het is zijn eredivisiedebuut. Heeft natuurlijk wel al in de keukenkampioendivisie gespeeld voor Jong Ajax. Ramai. Alles of niets. Oh, Lidberg. Het kan wel alles worden. Het kan alles worden. Maar het wordt het niet. 1-1. En dan wordt de wedstrijd stilgelegd, zal er iets zijn gegooid. Geeft Higler aan in ieder geval dat de spelers naar binnen gaan. Een wedstrijd die in dat opzicht zo goed is verlopen. Dan wordt dan toch tijdelijk stilgelegd. Er gaat weer gevoetbald worden, gelukkig maar, tussen Utrecht en Ajax. Een dramatische bal van de Schutalo, maar is heel zacht uit te drukken. Toornstra goed. Azarkamp valt prima in. Kan hem nu meegeven aan Fraulo. Dat doet hij. Dat doet hij. En dan is het 4-3 voor Utrecht. Het is 4-3 voor Utrecht. Onvoorstelbaar. Het werd hier ooit 6-4. Maar deze Utrecht-Ajax gaat de boeken in. Uniek in zoveel opzichten. Maar er is weer wat gegooid. Het is... Jongen. Oh. Het is zo'n leuke wedstrijd geworden. Dood en doodzonde. Wordt nu aangegeven dat degene die heeft gegooid gepakt is. En dat dus niet dit een definitieve staking is. Bal is strak. Weggekopt. Bergwijn heeft nog een serieuze kans.
En het is afgelopen. Utrecht wint voor de tweede keer dit seizoen. En het is eentje die bijna dubbel telt. Want het is een 4-3 zege op Ajax. Een historische middag in de Galgenwaard. Ajax zakt naar de 17e plaats in de Eredivisie.